Aster Janssen, vanavond hier Woluwe Sporting Charleroi. Een belangrijke wedstrijd voor beide teams. Hoe ging het vanavond? Het was een spannende wedstrijd, maar zwaar bevochten ook, hè? Ja, heel spijtig dat we hier de 3 punten niet hebben kunnen pakken. Maar langs onze kant hebben we veel te weinig gecreëerd. En we moesten veel meer laten zien dan we vanavond hebben laten zien. Ja. Ja. Dan voor jezelf, je bent dit seizoen bij Charleroi gekomen na een lange omweg. Jongens Wezenmaal, Vrouwen Wezenmaal, Holsbeek, de belofte van Standaard. Ja. Hij heeft onder andere ook zaalvoetbal gespeeld. En dan nu bij Charleroi, hoe is het gegaan dit eerste seizoen al? Dat klopt, ik kom van redelijk ver eigenlijk. Want ervoor heb ik eigenlijk een carrière switch gemaakt van cheerleaden en turnen naar voetbal. Mm-hmm. En dit jaar heb ik echt heel veel geleerd. Van Aline heb ik echt heel veel geleerd op alle vlakken. Voor mij is het een hele progressiemarge. Want je hebt nog de Super League met Gijst gespeeld ook. Dat was ook vaak leren elke week. Ja, dat klopt. Ik zie nu in Gijst, we hebben zelfs toen in de tijd nog van OHL verloren. We hebben gewonnen. En ik zie nu na 4, 5 jaar, als ik terug tegen hun speel, zie ik een heel grote progressiemarge bij hun. En ik denk dat wij dat ook kunnen bereiken met Charleroi, want deze is echt nog maar het begin. Ja. En dan, jullie hebben ook eens in dat groot stadion gevoetbald in Charleroi. Hoe was dat allemaal? Zelf was ik daar niet bij, want ik zat met een blessure. Maar de ambiance zat er echt in en iedereen had er echt heel veel zin in. En het was eigenlijk een prachtige ervaring om mee te maken. Echt iets om eigenlijk niet te vergeten. Zelf stond ik niet op het veld, maar het was echt iets om niet te vergeten. Ja, en dan naast het voetbal ben je ook nog actief tijdelijk of soms als model. Hoe is dat om als voetbalster dat te doen? Dat is eigenlijk een heel andere wereld. Maar ik doe dat graag, ik sta graag voor de camera. Dat is eigenlijk iets dat ik naast de voetbal doe. En ik probeer daar ook een beetje geld mee te verdienen. Ik steek mijn tijd daarin en dat begint toch wel vrucht af te werpen. Dat is een mooie combinatie. Het is iets helemaal anders. Het zijn er niet veel die het doen. Ik hou wel van 2 dingen combineren dat niet bij elkaar past, denk ik. Ja, maar voetbal is dan toch wel iets dat je ook nog heel graag doet. En denk ik, als je dan toch elke week bij Sporting Charleroi die inspanning doet om daar te spelen? Voetbal is mijn grootste passie. Dus daarom sta ik hier elke dag, elke wedstrijd sta ik klaar voor het team. Oké. Ik dank je. Veel succes in beide dingen, model en voetbalster. En dan het allerbeste voor de toekomst bij Sporting de Charleroi. Dank je wel.